Hallo, mijn naam is Alexander van Goetem, ik ben een tapdanser uit Gent. En, ik ben begonnen met tapdansen, dat is een leuke anekdote eigenlijk. Mijn zus die wou ballet doen en dan we hebben nog twee broers ook, dus zijn we met ons gevierkes en mijn moeder naar een dansschool geweest. Naar een open deurdag en daar helemaal van achter in de zaalke deden ze ook tapdans. En ja, als klein manneke, ik vond dat het maximum dat ik het al zo aan het tokkelen was op de schoolbanken en, ja, en zo verder. Dus, en daar ben ik eigenlijk begonnen met tapdansen zo rond mijn 5-6 jaar en zo is het allemaal begonnen. Dans is voor mij ja, een vorm van expressie, wat je zo met woorden niet kunt. Dus dat is al leuk. Het is ook een ritme voor mij, omdat ik een tapdanser ben. En ik zou ook zeggen vrijheid. Kun je ding doen gewoon. Zeker bij tapdans hang je echt vast aan zo vaste regels en settings. En als je solo gaat ook. Dus het is gewoon een beetje nu jij verliezen in de ritme en in muziek. En dat is wel tof. Dat is zo'n goede uitlaatklep. Ook als je zo wat minder zijt, zo'n minder dag hebt. En je danst zo'n beetje tapdansen aan de tram of ergens anders. Dat trekt u er wel door. Dat is voor mij ja, tapdansen voor dansen. Ja, voor mij viel dat wel mee. Ik dans al van mijn 6 jaar dus, en ik heb altijd mijn instrument bij. Hè. Als ik nu geen tapshoes aan heb en gewone schoenen, dan kan ik daar ook mee dansen. Dus op zich, ik heb altijd kunnen dansen. Ik dans nooit voor allez, het is leuk dat je daar wat centje kunt bijverdienen, maar ik dans omdat ik het moet doen en omdat ik het van mijn 6 jaar al doe. Dus dat is gelijk ademen, dus ik doe het altijd. Maar het is inderdaad wel moeilijker. Ik heb wel wat opdrachten gemist. Ik geef ook les in Brussel en in Gent en ja, al die opdrachten die vallen weg, dus dat is wel minder leuk, omdat je studenten en je leerlingen, daar hebben wel een band mee, zeker degenen die al lang meegaan met je. Dus ja, dat mis ik wel. Vooral zo die community, tapdance community, die zie je niet meer, dus dat is wel minder. Maar voor de rest valt vrij goed mee, vind ik. De toekomst, wie zal het zeggen? Ik weet het niet. De toekomst, veel dansen, dat weet ik sowieso. Ik denk dat ik altijd ga blijven dansen. En of dat dan nu echt professioneel is of semi-professioneel of amateur, dat maakt mij eigenlijk op zich niet veel uit. Het is iets dat ik moet doen, dus iets dat erin zit en iets dat eruit moet. Dus voor mij maakt dat echt niet zoveel uit. De toekomst, daar zal dansen zijn, sowieso. Nee. Ik dans altijd, ik dans in de winkel ook en ik dans in de metro en soms kijken de mensen de schare, soms vinden ze het wel grappig, want meestal is het mijn oortjes op, dus horen de muziek niet, dus dan is het even flashen met de voeten en dan krijg ik soms goede reacties, soms krijg ik vreemde blikken van, maar ja, het is altijd dans. Ik heb geen podium nodig inderdaad. Wat maakt mij het gelukkigst? Mijn zoon en mijn dansen en mijn vrouw. Ik denk dat dat de drie dingen zijn die... de drie belangrijkste dingen. Familie en dans. Dat is een beetje cliché wel, maar het is zo. Dat je vlug weer mocht opengaan. Zo vlug mogelijk, dat wil ik jullie wensen. En dat veel kunt delen, veel artistieke dingen kunt doen. Ik denk dat heel veel mensen daar wel nood aan hebben. Ook al denken ze dat ze daar geen nood aan hebben, toch hebben ze daar nood aan. Dus ik wens zo vlug mogelijk een grote opening. Dankjewel Schouwburg Kortrijk voor deze kans. In coronatijd om toch nog een keer op het podium te kunnen staan. En aan jullie veel succes. Dankjewel.